Yo, Buffalo's, vandaag vlog 15 op de 15e speler van de Super League. Vandaag neemt op tegen de leider, tegen Union. Het is dus een belangrijke match. We moeten vandaag tonen dat we beter kunnen spelen dan Union, want we weten allemaal dat Union vrij goed speelt. Met de supporters achter de spelers in de rug, moet dat normaal gezien wel goed komen, hoop ik natuurlijk. Het is bijna volledig uitverkocht, volgens wat ik gezien had, dus het zal sowieso wel ambiance zijn. De voorbije 2 weken heb ik natuurlijk wel wat problemen gehad met mijn gsm. Met mijn vorige gsm, want ik ben nu aan het filmen met een andere gsm voor degenen die het nog niet wisten. Ik had dus nu alweer en de camera wou niet meer werken, dus kijk, ja. Ik moest een oplossing vinden en dat is een nieuwe gsm. Met alle Chinezen, maar niet met een dienst, zou ik zo zeggen. Zo. Maar kijk, het is opgelost. Voor nog kort terug te komen ook op de match tegen Anderlecht, ik ga even een shot doen van een stukje uit de match. Voilà, dat waren dus 4 seconden van de fout van Dolberg. Volgens mij dat is sowieso een kaart, wat nu geel of rood is, maakt niet uit. Het is sowieso een fout, de scheidsrechter heeft niets gedaan. Ze hebben niet naar de VAR gaan kijken, maar kijk ja. We hebben dat nogal meegemaakt als ze niet naar de VAR gaan kijken als er zo'n overtreding wordt gemaakt met een elleboog. Maar we gaan er nu over zwijgen. We gaan er nu over zitten neuten, want vandaag is het een belangrijke match. Tegen Union, dat is veel belangrijker. En kijk, we gaan ons amuseren, dat is het belangrijkste. Vandaag vlog 15, tegen Union, tegen de leider, belangrijk. Gasten, ambiance. En veel plezier. Yo! Nee, dat weer werkt. Rai, Rini, Rai! Nummer 5, Ismael Kandroes. Ik heb in 6 sushi. 6, Omri Handelman. Doe meer. Nummer 10, Tariq Tissoudali. 11, Hugo Kepes. 13, Julian Nessar. 18, Mathis Samwazi. Nummer 19, Malik Bovana. Vind je dat er niet goed staat? 23, Jordan Torunariga. Onze captain vanavond, nummer 24, Sven Supporters, we beginnen. A-R-A-C. Dat is de AC die je moet winnen.
Let's go.
Ci sta siamo fra in fiamme stand. Sbatte! Thank you.
dat zou iets zijn. 4-1-8, op 6-0, best gekeken. Ik heb maar zit aan de zet. Oh bam. We zijn terug thuis. Het zit hier met hetzelfde gevoel van allee, naar de match tegen Anderlecht, denk ik. Het zat meer in, vooral in de eerste helft dan toch. Frustraties kunnen ook niet wegsteken natuurlijk. Amula moest volgens mij altijd rood gehad van in het begin al. Is niet na die voet vooruit op de proef, dan is het tweede geel op die fout. Volgens mij dat ik denk dat tegen Samoa was. Dan stuurde het tweede geel en daarna ook in de bal weg gehad. Maar okay, ja, er staat niet veel voor een bal wegschotten, maar dan nog. Ik moest twee keer heel hard hebben dan. Maar kijk, dat is niet zo. En dan ja, die penalty, allee, tweede penalty dan zo gezegd, die we dan zouden moeten gekregen hebben. Volgens de comments dat ik gelezen heb op Instagram, bleek het dan geen penalty te zijn. Maar kijk, ik heb nu gekeken naar die video en volgens mij is er wel contact. Oké, hij gaat dan wel iets laten liggen, maar volgens mij is er sowieso contact. Maar kijk, ja. Scheidsrechters en KHN gaan niet te samen zeker gaan, ja, meestal zo. 13 tegen 11 in plaats van 8 tegen 11, maar kijk, ja, we gaan nu niet blijven overneuten. We hebben een puntje gehaald tegen de leider, tegen Union. Wat niet slecht is, natuurlijk de andere ploegen kunnen weer dichter komen, dat is dan zo, maar ja, het andere ook er kunnen zijn. Goed, op naar de volgende zeker. Ik denk dat het donderdag Europees weer is, dus we zullen het wel zien. Maar kijk, gasten, vlog 15 zit er ook op. Merci om te kijken. Ja. Het is zuur, maar we blijven doorrennen. Nog niet verloren thuis. Dat is het belangrijkste. Dus gasten, tot de volgende, tot vlog 16. Dus, joe.